Hallo. Hallo, welkom bij onze Facebook Live. Vandaag gaan we diep in de zee. En gaan we? Een vlieg maken. Ja, wij gaan een beetje zoals de kleine zeemermin heel diep in de zee. En we gaan een soort van aquarium of een zeetafereeltje maken. Bram gaat dat maken met Fimoklei. Waar zie je naartoe? Hier is hij normaal. Ja. Daar staat hij. Dus Fimoklei, plasticine, kan je allemaal gebruiken. Ik ga hem met gewone klei maken. Ik heb voor Bram een blauw blad al gepakt als basis. Als achtergrond voor zijn kleiriertjes. Ik ga in klei nog zelf een plaat rollen. Dat mijn achtergrond is, dus ik kan er twee doen. Maar als je wil, kan je al starten met een blauwe achtergrond. Dus Bram, jij gaat even toekijken hoe ik een plaat rol. Doe. Ben je goed in? Dus ik maak al eerst mijn achtergrond uit klei. Ben een bolletje aan het maken. Voilà, mijn bolletje geklopt, gedraaid, geslagen. En dan pak ik mijn twee latjes. En dan ga ik een plaatje rollen. Rollen. Kent dat al, hè? Omdraaien, gelijk. Goh, dat is wel een beetje klein eigenlijk. Ik ga er een stukje bij doen. Ik heb een klein gepakt. Dus ik ga daar een stukje bij plakken. Dus ik doe er gewoon een stuk op. Ik wrijf dat hier al een beetje in. Goed weg zit. Ja. En dan ga ik terug rollen. En dan rolt dat erin. Hier staat de banier. De banier, hè. We hebben dat gekocht in de webwinkel van de banier. Een beetje de lokale economie ondersteunen. Voilà. Zo. Ik ga hier nu een plaatje uitsnijden. Een plaatje van, ik denk 10 op 10, 12. Nee, 12 op 10 misschien. Ga je zien hoeveel ik eruit kan krijgen. En dan gaan wij ons zeetafereel maken. Ah, We zijn weer bezig door. Die achtergrondjes, stemmetjes, dat zijn papa. Ja, dat is een gisteren papa, hè. We hebben net buiten gegeten met dit heerlijke weer. Hé, mam? Fijn, hè? Ik wil chillen in de hangmat. Wil je chillen in de hangmat? Ik ook. Ik wil ook chillen in de hangmat. Hi, speaking. Zoals dit. Voilà. Ik heb een klein plaatje. Bram heeft een groter plaat. Dus we gaan dat twee grotes doen, hè. Goed. Gaan we beginnen met van onder de rotsen die op de zeebodem liggen. Die gaan we eerst namaken. Dus dan mag jij gele klei pakken. Dus Bram gaat de gele Fimoklei of de gele plasticine pakken. Nee, dit. Of wit. Ook goed. En dus ik heb nog witte klei liggen. Ja, dat mag ook. Doe maar. En dan gaan we kleine rotjes maken. Ik ga een hele zand van de bodem gebruiken. Oeh, ga je nog zand van de bodem doen? Dat is goed, maar dan zou je die eigenlijk eerst moeten doen, zand van de bodem. Want dat is het onderste en daarop liggen dan de verschillende keien. Dus dan kan je eerst een stroom... Nee, ik weet niet waar die keien gaan liggen, dus dat is niet... En die ga je dan daarboven leggen, ik zal je dat tonen. Maar maak je inderdaad maar eerst maar een... Maar ik ga eerst de pikken maken, dan is daar de zand ingezakt. Ah ja, dat kan. En soms is er in de zee ook een drijf. Zeezand. Ja, als je daarop gaat staan, dan denk je, oh, dat is niks. Ga daarop staan, dan denk je daarin. Nice. Oké. Maar ik ga toch... Ik ga eerst de kei maken of eerst dit? Eerst dat. Oké. En dan maak je maar... Oh, sorry. Doe maar zelf. Jij weet het beter dan ik. Goed zo. Hij maakt een worstje, dus hij rolt die. Ik zal even uitleggen wat je aan het doen bent. Hè? Hij rolt die met zijn handen, maakt hij daar eigenlijk een lange, lange worst van. Die we dan van onder gaan leggen. Vermoed ik, hè.
Ik ga de maestro aan het werk laten. Ja, goed zo. Voilà, hè? Het zand. Dus wat ook leuk is, is om dat in een deksel van een schoendoos te doen. Dan kan je die deksel, het deksel sorry, van binnen helemaal blauw verven. En dan kan je dat ook in maken. En dan gaat je zand zo minder makkelijk weg. Want natuurlijk ook papier. En als ze die nog moeten uitknippen en ergens vastplakken, dat dat niet weggaat. Ik doe dat daar gewoon keihard op. Of je doet dat daar keihard op. Supergoed, Paul. Heel leuk. Oké, rotstijd. Rotsen. De rotsen. Dus de rotsen, wat zijn dat? Dat zijn eigenlijk bolletjes dat we maken. Dus pak een stukje klei, scheur dat af. En dan tussen je twee handen kan je dat... Ik heb aftreksvormpjes nodig. Rotsen bolle. Maken? Bollen? Bollen, aftreksvormpjes. Kijk eens aan. Voor middel een gematige bolletje. Zo? Oeh. Ja. Oké. Okay. Zo kan ook. En ik kan die rotsen... Ik ga die... rotsen hebben ze allemaal hoeken en kanten en vlakken. Dus ik ga die gewoon een beetje met mijn duim en met mijn vingers wat vlakken in maken. Hè. Dan heb ik ook wat rotsen. Dat moet niet per se. Dat moet niet per se, tuurlijk niet. Maar dat doen ze als je wil. Ik ga ze wat kleiner maken. Wat ga jij doen? Een mesje. Een mesje. Voilà. En omdat ik mijn boetseerklei werk, ga ik die met krasjes en met slip aan doen. En wat slip aan inzetten. Dus ik ga even krasjes maken. Nou, oh, leuk. Je kan hier wel zo wat deukjes geven. Hè? Dan ga ik op het einde pas doen. Ga je dat op het einde pas doen? Okay. Als de stenen vast zijn en alle stenen compleet zijn. Ja, zo. En zeewier, dat gaan we ook nog maken. Ja, zeewier gaan we ook nog maken en dan gaan we daar een visje tussen steken. Ik kan een visje maken. Zie, we gaan van onder naar boven werken. We zo'n eerste steentjes doen. Oké, van onder naar boven doen. En daarna het zeewier. Daarna het zeewier, inderdaad. En ik ben zo ook wat... Ik ben wel rotsen van allerlei grootte aan het pakken. Die zo wat verschillen. Want ja. Ook wel plezant, hè? Ik ga ook een klein steentje maken. Een klein steentje maken? Steentje. Ja. Een baby steentje ertussen. Voilà. Ik vind het leuk, maar ik ga wel dan moeten doen. Maar ik ga echt iets kei leuk maken. Ja? Twijfel ik niet aan. Oei, mijn steen is gevallen. Opklappen. Deze? Ja. Mama, je held. Mama, ik jou held. Oh, geweldig. Hou ze. Wacht maar, over een paar jaar. Het zal anders zijn. Zo. Ja, dan moet er zo'n stipjes zitten. Ah, leuk, Bram. Dat is kei fijn. Kei goed idee. Dan had ik die eerder dan die grote steen moeten doen. Rust. Wow. Ja, hè? Aldoende. Ik ga over het plezier van het maken. Is dat? Mm-hmm. Dat is belangrijk. Dat weet ik. Dat is belangrijk. Belangrijk. Dat is belangrijk. Ik vind mama toch belangrijk. Zo, ons rotspartij. Ja. En dan weer van de tafel gevallen. Ja. Krasjes. Mijn is echt heel leuk aan het worden. Ja, het ziet er super leuk uit. Verkeerd. Wacht maar, als je erin bent. Oh. Dan ga je, dit zijn lichtjes, hè? Lichtjes. Zijn dat lichtjes? Ja. Dan kan je zien onder water. Tof. Je zoon heeft toch fantasieën, hè? Mijn zoon heeft heel veel fantasieën. Dat is fijn. Ik vind dat super fijn aan jou. Dat je zoveel fantasie hebt.
Soms hebben wij een fantasie in de zetel, daar zijn zo strepen in en daar zijn zo strepen in. Gisteren heeft de grote gevangenis zo dat en ik heb die kleine gevangenis aan de andere kant en in het middelste stuk, daar is de gang. Dan spelen jullie gevangenisje. Ja, en wij zijn de dieven. Jullie zijn de dieven? Ik dacht dat jullie altijd goede rikken waren, de ninjas. Nee, niet altijd. Ah. De ene keer waren ninjas en ik heb iets stiekem gedaan. Ah ja? Zo, op die toog gekropen van de ding. Ik ben daar opgekropen, ze hebben bovenste stuk en dan langs de andere kant eraf gegaan. Mag niet, hè? Ik ben wel gesprongen. Och, ook nog eens. Jongens, toch. Goed dat ik dat niet gezien heb. Ik ga het nooit zien. Nee, hè? Nee, hè? Niet doen, hè? Misschien wel. Ja, ik vind het waarschijnlijk. Voilà, hè? Mijn rotspartij is het feit. Zeer spectaculair, ik weet het. Dat is echt... Hoe is met jou het rotspartijtje? Goed. Goed? Twee grootstenen en van onder allemaal lichtjes. Oh, dat is kei fijn. Kijk. Oeh. Op een rij. Dan ga ik al even uitleggen hoe dat je het zeewier maakt. Hè? Want hier gaan we nu allemaal zeewier uit laten komen. Dus dan mag je de groene plasticine pakken. Of de groene fimo-klei. Of gewone klei die je daarna ontwerpt. En dan... Nu zijn de beesten weer. Plantjes maken. En plantjes maken... Ik ga even duiken. Oké, duiken. Oh. En plantjes maken, daar kan je heel veel variaties in doen. Hè? Je kunt... ik zal er twee tonen. Een lange, smalle plant. Dus ik maak een worstje, een heel lang, smal worstje. Zo. Ik heb mijn kleine gevonden. Nee? Ik kom terug uit het water, plunge. Plunge, was het daar, onder water? Niet goed, ik heb mijn dingen niet meer teruggevonden. En dan leg je dat lang worstje zo wat in een kronkeltje. En dan kan je allemaal zijtakjes dingen maken. Dus dan, ik heb nog een beetje over van het worstje dat ik gemaakt had. Ik zorg dat goed nat is, want dat droogt heel rap en dat breekt heel rap. En dan pak ik daar een klein stukje van. En dan leg ik dat hier zo tegenaan. En dan wrijf ik dat in elkaar. Moet je dat niet vastplekken met flip en zo? Ja, vandaar dat ik het heel nat heb gemaakt. Zodanig dat mijn klei zelf al heel nat was. En dan... plak dat vanzelf een beetje. Dus goed nat maken, goed dun maken. Je kunt ook dik dun doorheen. In de natuur is alles een beetje onregelmatig. Hè? Dat is net het mooie eraan. Dus ik hier terug twee. Ik maak die goed nat. En dan leg ik die hier tegenaan. Kijk. En eens proberen van dichtbij te tonen. En jullie kunnen zien wat het resultaat is. Aha, we hebben bezoek. Dat schilderen? Ja. Oh. Onderbreek ons niet. Dat is niks. Dat is Gus, de jongste. Voilà. Dat is één soort van plantje. Dus dat is eigenlijk gewoon een slinger dat je maakt met zijtakjes op. En de andere is een iets bredere plant waar we wat in gaan kerven. Met een mesje of met een boetseerhoutje of wat je ook hebt liggen. Daar gaan we een patroontje in tekenen. Ga jij meedoen daarmee? Beetje groen pakken. Deze uit de weg liggen. Die droog. Dat is geel. Oh nee. Paniek. Is het goed? Het is wel een beetje geel. Ja, dat is niets. Ik ga altijd het tekst zo terug op mijn schat, want dat droogt heel snel uit. Oké. Wat? Dus ik maak een worstje. Een worstje? En dan duw ik die een beetje plat. Dus een beetje plat geduwd. En nu ben ik die met mijn vingers aan het vormen, zodat dat het op een blaadje lijkt. Ik heb hier wat barstjes, dus ik ga die... Die op een blaadje lijkt. Ja. Een blaadje, een lang smal blaadje. Lang smal. Kijk, goed. Ik heb dat niet eens gevormd. Oh, je bent een natuurtalent. Voilà, ik
ga dat zo wat spitser maken van boven. Moet niet te dun zijn, want we gaan daar nog een beetje in tekenen. Voilà, dus zoiets. Ongeveer. Zoiets. Perfect. En dan leg je die maar zo aan een rotje. Naar boven toe. En dan, ik ga kastjes zetten. Want dat is wel een grote oppervlakte. Dat dat goed aan elkaar hecht. Zo. Voilà. Krasjes. En goed aanduwen. Dan heb je eigenlijk een vlak. En daar kan je nu in beginnen tekenen. Dus dan kan je... Je mag deze pakken. Van mij. En ik zal... Wat ga ik dan pakken? Ik ga het pas op. Een mesje niet pakken. En dan teken je inderdaad in het midden de grote nerf. En dan kan je zo wat zijtakjes. Zo, zijstreepjes trekken. Voilà. En dat is ook een plantje in de zee. Ik zal het ook nog eens van dichtbij laten tonen. Dat is ook het plantje in de zee. En zo ga er een paar maken. Hè, totdat je zoiets hebt van er liggen er genoeg op. Dus laat het maar helemaal gaan. Haal een beetje plaats in het midden voor een vis. Dat is het enige. Wat is kei leuk, Bram. Cool, hè? Super. Diep in de zee. Dat is een goed idee van jou. Dat te maken. Diep in de zee. Diep in de zee. Diep in de zee. Die film moet je eens zien. Dat is echt een leuke film. Diep in de zee. Dat is de allereerste film die ik vroeger in de cinema ben gaan zien. Weet je dat? En ik dacht dat ik naar een grote aquarium aan het kijken was. Ik zie dat nu nog voor mij, hoe dat was als ik heel klein was. Ik dacht dat dat een heel grote bokaal was, waar dan die mensen die aan het zwemmen en aan het doen waren. Dat was de eerste keer dat ik naar de cinema ging, dus ik begreep niet wat dat was, zo'n groot scherm en wat er allemaal in ging. Dus ik dacht dat dat een bokaal was en dat het ook wel echt was. Vandaar dat ik het een beetje eng vond. Een beetje veel eigenlijk. Voilà. Ah, ik had het beter hier gedaan. Echt. En als het u niet aanstaat, dan haal je dat er terug af. En dan doe je het opnieuw. Zoals ik nu aan het doen ben. Oeh, leuk. Leuk zeg. Wil je ook zoiets een lange sliert maken? Zo'n slinger. Zeewier. De zeewier. Ik heb deze rot vol met tattoo. Oké, okay, doe maar. Ik ga eens ondertussen kijken hoe dat met onze wifi is. Dat die het houdt. Ja, oké. Okay. Diep in de zee. Diep in de zee. Diep in de zee. Zo, 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 zo. Weet je wie aan het kijken is? Nee. Mats. Ken je Mats nog? Nee. Toen ze op weekend zijn geweest. In het grote huis met heel de familie van oma. Nee. Dat is een van de grote neven van papa. Dus, hallo. Weet je dat nog? Ik denk het wel hoor. Als je hem ziet, dan ga je hem direct herkennen. Nee. Dat is hij die dat de quiz heeft gedaan. Maar was jij wakker toen nog? Nee, jij was toen aan het slapen met de quiz. Ik heb een stuk meegedaan. Ah ja, ah, wel, ja, het is juist, je hebt meegedaan. Dus degene die dat de quiz heeft gedaan, dat weet je wel nog, hè? Weet je dat nog? Denk je? Ik weet het niet. Nee, ai, je moet hem zo herkennen als je hem ziet. Dus ik maak hem goed nat. En dan. Okay. Diep in de zee. Ga ik hier nog een platte maken? Maar een zebra. Kijk, goed bezig. En dan nog met dit. Kijk, nu een zeewier.
nu zeeweer. Ik ga mij nog even uitleggen hoe dat gaat. Ja, absoluut. Dus dan maak je een hele lange, smalle worst. Door die tussen je handen zo te rollen. Heel smalle. Een hele smalle, lange worst. Smal en lang. Ja. Goed? Ja. Je kan hem nog, absoluut. Je kan hem nog, als je wilt, even in twee doen en dan kan je hem nog iets dunner doen. Als het maar kort is, kan je het terug een beetje dunner maken. Ik wil echt klein. Die wil je al pikken. Welke van mij pikken? Deze. Dat moet zeer houtje. Dat gaat ook beter als een mes, vind ik. Zo. Ja, zie. Goed zo. Zo, hè? Leuk, hè? Je gaat zien wat je aan het doen bent. Je bent het super goed aan het doen. Je gaat zien. Hoppa. Heerlijk. Met dat liedje in mijn hoofd. Je kunt dat niet, je kunt dat niet vergeten. Nee, ik kan dat niet vergeten. Ik ga de hele dag zingen. De hele dag. Zoals als je in je bed ligt en al slaapt, ga ik in je oor fluisteren. Ja, ja. Zo gaat het leven. Zo gaat het leven. Mon man toch. Zo gaat het. Gek als daar. Ik ben een slimmerik. Ja, ze zijn een slimmerik, dat is een feit. Voilà, hè? Kijk, mooi. Ik vind het fantastisch, Bram. Hoeveel is het? Het is 100 200. Simpel. Simpel. Hoeveel is 400 is 400, 800. Oeh. Zo, meneertje, klaar voor de vis? Kunnen we met rood maken? Dat hebben we nog niet gehad. Blauw ook niet. Blauw ook niet. Ja, wel, de achtergrond is blauw. Hè? Dus rood. Dat roze groot. Ja, maar dat is goed. En daar gaan we een bolletje voor pakken. Dus terug een bolletje maken ter grootte van een olijf. Niet te groot zijn. Olijfje is goed. Gaan we een bolletje rollen. We rollen tussen onze handen. Dan iets groter maken. Nee, gewoon zo. Ja, dan ga je hem heel plat moeten maken. Dat kan, hè. Ik ga zo een Nemo van maken, denk ik. Zo'n grote Nemo. En dan druk je die plat. En gaan we eerst het lijfje van de vis maken en de bek. Dus we gaan het plat duwen. En dan ga ik hem naar voren toe. Hier ga ik de mond maken. Dus ga ik die zo wat met mijn vingers in een puntje duwen. Zie dat dat van boven? Ga ik hem iets hoger doen, dan kan ik daar nog vinnen in tekenen. Oké, en nu heb ik een vin hoor. Een vin. Wat een gekke vis heb jij. Wil je dat ik het tonen dat je een vin maakt? Of ja. Heb je daar zelf een idee van? I don't know. Nee? Oké. Dus... ik heb hier min of meer het lijfje van de vis. En nu gaan we van boven een vin maken en van achter een grote vin. Of zo hierop misschien een vin, ja. Wat? En van achter een vin. We zullen beginnen met die van achter. Dus we maken terug een bolletje, dat is het makkelijkste. Dat redelijk nat is. Zo, een bolletje. Zo. Ja, een goed bolletje maken. En dan knijp je die met je duim. Zo. Ja. Dan moet je eigenlijk zo een driehoekje maken meer. Ja. Een driehoek moet je maken. Voilà. Zo, ongeveer een driehoekje. Dan gaan we die van achter vastplakken. Ik snap het niet hoe die jij dat doet. Zo. Een driehoekje betekent dat je aan één kant een puntje knijpt en de andere kant net niet. Ligt deze foto?
Dat is goed. Ja, dat is goed. Voilà. Nee. Ja, je hebt dan om, je hebt zo'n een driehoek gemaakt, zie. Maar kijk, ik bedoel, dat was zo. Zo. En dan hier een puntje, zie. Aan één kant een puntje. En hier een wat breder. Zo. Kijk je? Zo goed. En dan kan je die aan je lijfje vastmaken. Eentje van boven. Of eentje zo opzij. Ik ga hem hier opzij maken. En dan eentje voor van achter. Dat is exact hetzelfde, misschien iets groter. Mooi, dat is leuk. Ik kan die inderdaad achter. Achter het zeewier verstoppen, hè? Waarom niet? Een roze blok, die kunnen ook achter roze blokken stoppen. Of achter roze blokken. Ja, wij maken er nu één, maar je kunt er heel veel maken, hè? Ik ga er nog één maken. Wil je nog één maken? Ik ga eens zien. Met deze. Mooi aan elkaar. Die gaan simpel worden. Die volgende gaat echt simpel worden. Ja? Ik ga gewoon een kopje moeten maken. En dat lijfje. En dan gaan we de oogjes ook maken, hè? Dan pak eens een rietje. Dat is makkelijk. Ik heb zijn oogjes al gemaakt met dit zie. Ja, ik ga een bolletje maken. Dat is leuker. Een bolletje. Dus je kunt aan mijn rietje een oogje tekenen. Of fout gedaan. Een bolletje pakken. Als je fout doet, dan prop je hem gewoon terug in elkaar. Oh, makkelijk. Hè. Zo. En dan tekenen we op de vinnen. Opa, wat relief. De schubben. Moet dat? Dat moet niet. Dat mag. Van mij lacht ook. Ik heb een vrolijke vis. Dus hier is... Oeha, daar ging die bijna. Ja, daar ging die dus. Niks. Daar ging die bijna. Oeh, daar ging die dus. Dat vind ik grappig, hè. Voilà, nog voorzichtig. En, en Ryan doet voilà. Kei grappig soms. Soms doet Ryan iets. Ja, die is zo'n toffe taak aan maken. Dan doet hij daar. Nu glittert voor de mooiheid. En dan doet hij dat suiker erin en dan zo en hij gaat kijken, er komt niks, misschien nog een beetje meer schaken en hij spiekt tegen zijn gezicht. Nee, ik ga die bril op. Ja, was hè? Ik ga mijn visje vastmaken aan mijn plaat door ook weer krasjes langs de twee kanten te doen, goed nat te maken, wat slip tussen te doen. Dan hebben wij. Voilà, en dan kunnen we wat verder zien het goed aan elkaar zuigt. Wat? Ik heb een kei grote mond gemaakt. Dat hoort niet bij mij. We zijn stil. We zijn stil, we zijn keihard aan het werken. Daar gaan we stil zijn. Wat heb je als je bezig bent? Voilà, hè? Wat? Droomio. Lukt dit? Ja. Ik zal wel eens mijne tonen, hè. Ik ben klaar met het diep in de zee tafereel. Dus de keitjes, zeewiertjes, bandjes, visjes. Je kunt daar natuurlijk nog aan mijn uitsteekvormpjes ook visjes maken. En ja, alles insteken wat er ongeveer zo in, een, in de zee hoort, wat heel veel is. En je kunt het ook veel groter maken natuurlijk. Ik kan ook een haai maken. Als je kan ook een haai maken, wat een goed idee. Een krab kan je ook maken. Dus, een zeeslang. Een zeeslang. Ik ben een zeeslang aan het maken. Ja, een duiker. Iemand die voilà, onder water duikt. Ik ben een worstel troll in plaats van een vis. Ah. Ik ben een vis. Een vis. Zijn kop. Zijn ruif een beetje. Er is een paard. Ja, ik krijg altijd problemen met die mond. Die mond? Welk probleem krijg je daarmee? Ja, ben jij een te grote mond? Ja, dan, kijk, dan krijg je dat gewoon een beetje ineen. Hoppa. Gefixt. Voilà. Wat? Wat? Dat is nog steeds. Oh. Nog een keer doen.
Dit opnieuw. De eerste is wel gelukkig en dan de andere. Ja, niet te groot, hè? Yes, ik oh, net op tijd gestopt, hè? Anders blijf ik nooit zo lang doen in de wachtrij. Oké. Okay. Zit hij achter de. Kijk eens aan. Chic joh. Kei leuk. Draait hem maar eens. Wacht, pas op, hè, want ik ben bang. Die gaat vallen. Oh, sorry, ik heb vuile vingers. Ik wil dat afvezen niet. Mooi, hè? Top gedaan. Kei goed gedaan. Voilà, dat was het thema van vandaag, diep in de zee. Workshop! Wij gaan deze bakken in de oven op 135 graden. We gaan deze ook bakken in de keramiekoven op 1000 graden. Dat is het verschil. En dan gaan we deze nog verven. En dan hebben wij iets leuk klaar. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik wens jullie een heel fijn weekend. Hè, Bram? Dag! Dag! En tot maandag. Wij gaan ook plooien. En dan gaan we weer iets helemaal nieuws maken maandag. We zien. Bobo, bobo. Salut, fijn weekend. Dag! Dag!